Goedenavond, dames en heren. We bespreken hier het Stadspark Hoofddorp. En we hebben hier een voorstel voor ons liggen. En dat wordt uiteindelijk ter stemming gebracht 3 september 2020. Dus volgende week. Wie mag ik het eerste het woord vragen? Meneer van de VVD, u het woord. Ik ben nog mevrouw Kliphuis. Nou goed, ik ga gewoon beginnen met praten. Ik ben de heer Achterberg overigens. Meneer Achterberg, ik neem mijn bril af. Ja, ik zal even... Ik geef even... Daar ben ik weer. Nu ben ik mezelf, dank u wel. Vorig jaar was het vooringesteld, dus vandaar. Het Stadspark Hoofddorp. Het ontwikkelen Stadspark zal een groene wilde moeten worden in de drukke stad Hoofddorp. Een plek waar je lekker rondje kunt rennen, met je hond kunt wandelen, kunt genieten van de natuur of een bak koffie kunt drinken. Zeker als je een appartement hebt en geen tuin, is de behoefte om groen om de hoek te hebben groot. Het Stadspark moet de achtertuin worden van onder meer de nieuwe bewoners die in Hyde Park gaan wonen. Onze fractie is positief over het plan. Het zorgt voor een integrale aanpak van het bestaande wandelbos en de nog te ontwikkelen ideeën en aanpassingen om het oude wandelbos te herontwikkelen tot een echt stadspark. Er wordt rekening gehouden met een mooie wandelroute, oude en nieuwe bruggen of te vernieuwen bruggen en een mooie op de omgeving afgestemd ecosysteem voor plant en dier. Mijn fractie mist in de participatie en in de totstandkoming van het voorlopig ontwerp wel enige inspraak van de jeugd. Wat we missen in het plan is, er worden wel speeltuintjes neergelegd, er wordt met van alles rekening gehouden, maar uit het plan blijkt niet dat er ook iets voor jeugd is van 12 jaar en ouder. Kan de wethouder vertellen in hoeverre de jeugd is betrokken bij de totstandkoming van het VO? En wellicht is het een idee, want we hebben ze zelf in huis, om de jongere gemeenteraad hierin te betrekken voor het definitief ontwerp. Bij deze alvast een uitnodiging voor de wethouder. Mijn fractie vindt de kwaliteit van het water ook nogal een punt van de aandacht. En waterkwaliteit is natuurlijk sowieso een aandachtspunt in onze gemeente. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het college denkt de waterkwaliteit te waarborgen als het slechts verbinden van de nu liggende wateren onvoldoende blijkt te zijn. Waar we niet op zitten te wachten is dat we allemaal van die vieze drekslootjes krijgen in zo'n mooi park. Een ander zorgpunt die ik ook wil aanstippen is de financiering. Deze is grotendeels gebaseerd op anterieure overeenkomsten uit Hyde Park. Deze zijn volgens het raadsvoorstel echter nog niet afgesloten. Maar onze fractie gaat er wel uit dat het college hierin gaat leveren en dat het park gelijktijdig met Hyde Park ontwikkeld kan worden. Waar volgens mijn fractie goed rekening mee wordt gehouden is het veiligheidsgevoel van de bezoekers. En het is de laatste tijd natuurlijk wel heel actueel, het veiligheidsgevoel van onze bewoners. Door onder meer lage beschoeiing aan te passen ontstaan er geen locaties waar geen zicht meer is op de omgeving. Het park wordt daardoor een veilige en vooral fijne plek om te verblijven. Al hoopt onze fractie dan wel dat de onderbeschoeiing ook goed wordt bijgehouden. Daarom is mijn fractie dan ook akkoord om de beheerskwaliteit van de openbare ruimte van basis naar basis plus te verhogen. Onze bewoners verdienen namelijk een goed onderhouden park waar iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten, om te sporten en om te ontspannen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Achterberg. Nu krijgen we mevrouw Vink van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Het uiterste noorden van de gemeente is wat betreft de groenvoorziening en de watersport aardig verwend. Er zijn daar diverse mogelijkheden voor recreatie, wandelen, fietsen en varen. Wij zullen in dit gedeelte daar dan ook zuinig mee om moeten gaan. Wat ik vorige week ook al zei, de kwaliteit van de leefomgeving is voor veel inwoners een voorwaarde om te blijven wonen, werken en leven in Haarlemmermeer. Het CDA vindt het belangrijk dat deze kwaliteit voor de toekomst behouden blijft. Zo ook bij de ontwikkelingen in Hoofddorp en meer specifiek in het centrumgebied tussen het Raadhuisplein en het station. Het wandelbos krijgt hierin een belangrijke rol. Het wordt een mooi stadspark, toegankelijk voor jong en oud, sporters en rustzoekers. Eigenlijk voor iedereen wat wils. Wij zijn blij dat er hierdoor, ondanks de grote stedelijke ontwikkelingen in Hoofddorp, sprake blijft van een goede balans tussen groen, recreatie, wonen en voorzieningen.
Aangezien het klimaat aan het veranderen is en wij vaker met extreme regenval, droogte en hitte te maken zullen krijgen, worden groen en water bovendien steeds belangrijker. Vergroenen en klimaatbestendig bouwen is noodzakelijk. De huidige omvang van het wandelbos voldoet, maar het CDA, wat het CDA betreft, moeten de kansen die er nog komen om verder te vergroenen met beide handen worden aangepakt, zodat er een mooie verbinding ontstaat tussen bijvoorbeeld Hyde Park en het wandelbos. Het CDA vindt het ook belangrijk dat dit park ook toegankelijk wordt voor mensen met een lichamelijke beperking. De belangengroep gehandicapten Haarlemmermeer zal hier blij mee zijn. Voorbeelden hiervan zijn de witte betonrand die langs de wandelroute Stadspark komt als een gidslijn voor mensen met een visuele beperking. En dat ook aan die zijde van het pad de banken en de afvalbakken staan. Het CDA is blij dat er gekeken is naar doelmatige bestedingen en geen onnodige nieuwe investeringen worden gedaan. De bestaande rode fietspaden en het gele pad waarin recent is geïnvesteerd blijven behouden. En niet alleen de bruggen worden vervangen, maar degenen die zijn afgeschreven worden gefaseerd vervangen. De sociale veiligheid is ook een belangrijk onderdeel. Zeker als het donker is, moet het park een veilige plek zijn om gebruik van te maken. Het park wordt goed verlicht, wat hier zeker aan zal bijdragen, maar het blijft ook in de uitwerking wel een aandachtspunt. De andere voorzieningen voor bezoekers zijn ook op orde. Wij gaan er wel van uit dat als het park aangelegd is, er gemonitord wordt of de gekozen aantallen voldoende blijken te zijn. Wij noemen hier als voorbeeld het parkeren van de fietsen. De ecologische plekken worden zo min mogelijk gestoord. In de lus wordt een vlindertuin voorgesteld, waar men op de betonnen randen van de rust kan genieten. De thermoplasmarkeringen bij het Bootkampveld en de bloemen in het wandelpad hebben beide een levensduur van circa 10 jaar, als ik me goed heb laten informeren. Wij gaan er dan ook van uit dat er rekening mee is gehouden in de begroting voor onderhoud. En hopelijk is dit hufterproef. De trapsgewijze zitelementen bij het hoogste deel van het park zijn zo te zien op het plaatje al coronaproef. Net als bij de sessie vorige week over Lincoln Park zien wij in dit plan dat het aantal parkeerplaatsen wordt beperkt van 85 naar 78 in de nieuwe situatie. Terwijl er toch meer drukte wordt verwacht. Wij hopen dat hier echt goed naar gekeken is. Het CDA is een uitgesproken voorstander van participatie en wij zien dat het hier ook is toegepast. De werkgroep Stadspark wordt nauw betrokken bij het definitief ontwerp en de uitwerking hiervan. Wij gaan er wel van uit dat er in de beheerskosten voldoende rekening is gehouden om het beheer en onderhoud van dit park op orde te houden. Als er onderhoud voldoende wordt gepleegd, neemt de kwaliteit van de leefomgeving snel af. Gelukkig is de plankaart in het rapport van Loos van Vliet wel goed te lezen. In het raadsvoorstel was de kaart onleesbaar. Een aandachtspuntje voor de volgende keer. In het raadsvoorstel staat ook dat de raad in het derde kwartaal geïnformeerd wordt over de juridische en financiële haalbaarheid van het verplaatsen van een tennispark. Aangezien dit deel een belangrijk element is voor het wandelbos, kijken we hier met belangstelling naar uit. Tot slot, het CDA is ervan overtuigd dat met de ontwikkeling van het wandelbos de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het steeds meer verstedelijke hoofddorp een mooie impuls zal krijgen. Met de hoogwaardige groene verbinding tussen Hoofddorp Centrum en het station wordt een lang gekoesterde wens van het CDA werkelijkheid. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Vink. Nu is de beurt aan meneer Den Elzen van de PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Stadspark Hoofddorp. Al vele jaren terug spraken we over de verbinding. Hoe gaan we het centrum met het station verbinden? En daar is zeg maar dit stadspark is daar een prachtig mooi iets wat we daar gaan aanleggen. Om die verbinding ook daadwerkelijk tot stand te laten komen. En onder andere met de komst van Hyde Park komt er eigenlijk gewoon niet een achtertuin, maar er komt gewoon een voortuin komt er te liggen. Met allure. Die gewoon aantrekkelijk en een levendig gebied zometeen moet gaan worden. Waar iedereen gewoon zijn ommetje kan doen. Waarin mensen die 2 kilometer willen hardlopen ook hun rondjes kunnen gaan doen. En ik zou haar zeggen, het is niet een rode loper die daar zometeen wordt uitgelegd, maar het is meer een groene loper. Want het ziet er gewoon prachtig uit zoals het, wat de ideeën en de plannen daar zijn. Erg uitnodigend, niet alleen voor die verbinding, maar gewoon ook, ik zei het net ook, om dat ommetje daar te maken. Om wellicht een groene longe te worden. In het verstedelijke gebied wat daar komt.
Bij de informatieve bijeenkomst die wij hebben gehad en waar de plannen informatief zijn toegelicht, heb ik al gevraagd naar de kwaliteit van het water. Er wordt ook een opmerking gemaakt in het stuk. En ik vroeg dat ook omdat een deel van het wandelbos natuurlijk gewoon ook ligt, en dat weten we allemaal, op de voormalige vuilnisbelt. En ik zocht echt naar van hoe kunnen we dat water zometeen kwalitatief op een goede manier gaan beheren. Ik zie wel dat er aandacht voor is, maar ik hoop wel dat we dat de komende jaren wel onder de vingers of in de vingers hebben. Wat betreft de financiën die eraan vastzitten, ja, met de overeenkomsten uit Hyde Park is daarmee volgens mij, de investeringen zijn daarmee goed gedekt. En ik zie echt uit, ik zei het net ook al, naar die groene loper die komt te liggen tussen het drukke stationsgebied straks en ons prachtige mooie centrum. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Den Elzen. Krijgen we nou meneer Heijmeriks van de HAP. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had dacht dat deze sessie mij 9 minuten zou geven, maar ik zag zojuist dat het 5 minuten zijn. Ja. Daar heb ik natuurlijk nooit een probleem mee, want ik hou me netjes binnen de tijd. Voorzitter, ik ga er snel doorheen. In maart 2008 stelde de Raad de kadernota Hoofddorp Centraal vast. En dat betrof de doorstart van de gebiedsontwikkeling tussen het centrum en het station van Hoofddorp. En we zijn nu 12 jaar verder. In die 12 jaar is heel veel gebeurd binnen het project Hoofddorp Centraal. Ik mocht daar vaak bij zijn en ik heb het ook met belangstelling gevolgd. Dus die hele historie tot op de dag van heden laat ik maar even zitten. En ik stap maar in de dag van vandaag. Een van de zaken die mijn fractie heeft aangetroffen is dat wij zien dat in de plankaart van het voorlopig ontwerp het tennispark daar wel degelijk een deel van uitmaakt. Maar we zien ook dat de financiële kant van datzelfde tennispark met daarbij de woningen die er gaan komen een aparte eenheid is. En zoals wij dat lezen zien wij eigenlijk dat wij ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de ontwikkeling van het duurzame tennispark voor het college eigenlijk hierin niet thuis hoort. Een beetje vreemde eend in de bijt is. Voorzitter, ik wil er graag duidelijkheid over. Is het er wel een onderdeel van? Want dan had ik graag in het voorlopig ontwerp daar ook het nodige over gelezen. Maar dat trof ik niet aan. Het enige wat we lezen is dat de wandelroute dwars door het tennispark wordt getrokken. En dat er bomen in het tennispark geplaatst zullen worden. Voorzitter, het is eerder gezegd, volgens mij door mevrouw Vink. Wij zien graag dat we de toezegging dat wij over een maand na heden geïnformeerd worden over de haalbaarheid van het tennispark. Of die toezegging nog steeds gestand gedaan wordt. En daar hou ik het even bij. Ik ga naar een heel ander punt. Namelijk de financiële kant van de zaak. En dat betekent van basis naar basis plus. Voorzitter, dat is een impuls voor de beheerskwaliteit die dit gebied zeker verdient. En zeker waard is. Dus wat ons betreft, meteen een vinkje erbij, akkoord daarvoor. Ja, en dat het over een kostenverhoging gaat, die ingaat in 2022, dat heet dan over je graf heen regeren. Voorzitter, mijn fractie doet het dit keer heel graag. Dan het krediet van 4 miljoen. Ja, of dat redelijk is voor datgene wat er gaat komen en gerealiseerd gaat worden. Wij zijn gek op realisaties. Dan betekent het, dat moet je ergens aan kunnen afvinken, dat je zegt van ja, dat is het waard, dat is correct enzovoort. Voorzitter, de onderbouwing van die 4 miljoen hebben wij niet aangetroffen. Dat kan het zijn dat de anderen het wel aangetroffen hebben, maar als ik gelijk heb dat het er niet bij is, dan zou ik graag willen verzoeken aan het college, voordat wij gaan stemmen, ons een onderbouwing. En daar hebben we begrip voor dat het over geraamde bedragen gaat, maar als u 4 miljoen hier zet, dan heeft u ook de onderbouwing er liggen. Graag deze toezegging. Ja, voorzitter, en dan ga ik naar de twee belangrijkste punten op dit moment met betrekking tot het voorlopig ontwerp. Wat we zien is op de plankaart een nieuwe parkeerstrook komt er voor circa 51 auto's. Mevrouw Vink had het er ook voor, het aantal gaat iets terug. Maar er komen 51 auto's exact precies voor de ingang van de kinderboerderij. En op dit moment, ik heb het goed laten informeren, er zijn mensen die er zicht op hebben, is dat op dit moment de Boslaan doodlopend is voor autoverkeer ter hoogte van de kinderboerderij. Het is een gebied met een maximale veiligheid voor alle kleine kinderen. En het is daar druk, want moeders komen op fietsen, zetten de kinderen eraf en die lopen enthousiast zelf naar de ingang toe. Voorzitter, het gebied kent op dit moment een maximale veiligheid voor kleine kinderen. Vanaf de kruising van de Prins Hendriklaan komen er geen auto's. Ja, er komen er 2, 's ochtends 1 om 8 uur om personeel te brengen en 1 om 4 uur. Verder is het autovrij. Voorzitter,
Er zijn veel, en ik heb het al gezegd, peuters, kleuters, jonge kinderen. De kleuters die er komen uit groep 1 regelmatig en de kinderopvang. En als we gaan kijken naar Hyde Park zal het alleen maar toenemen. Voorzitter, wat is in dit plan gekomen? Een openbare parkeerterrein. En die is precies voor de ingang. We zien geen voetpad, we zien niets meer terug. Dus wat wij vinden is dat er een onveilige situatie vanaf de tekentafel gecreëerd is. En naar mijn persoonlijke waarneming er niet gekeken is hoe intensief dat gebruikt wordt, dit gedeelte op dit moment. Ik word een beetje boos. Wij vinden de onveilige situatie door dit parkeerterrein op deze plaats ontstaat niet acceptabel. En voor HAP is de veiligheid van kinderen belangrijker dan het parkeren van auto's. Kan het college toezeggen dat in het definitief ontwerp wat hierna komt, de veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen, want dan spreek ik over mezelf, gewaarborgd wordt. Voorzitter, u schrijft, en ik citeer maar, dat de nieuw ingerichte parkeerstrook achter het tennispark met name bedoeld is voor bezoekers van het restaurant Hirondel, de toekomstige horeca in de loods en het restant wat er nog overblijft voor bezoekers van het tennispark. Einde citaat. Hoe gaat het college sturen op deze bedoeling? Het is namelijk gewoon een openbare parkeerplaats. Iedereen kan zijn auto ernaar neerzetten. Wij konden dat dus niet rijmen. En ik sluit af met dat de parkeerplaatsen niet alleen gebruikt zullen worden voor deze doelgroep die niet te controleren is, maar ook voor de 140 meter verder wonende mensen over 2 jaar in Hyde Park. Ideaal, zo'n parkeerplaats voor je deur waar je makkelijk naartoe kan lopen, want er is een hoge parkeerdruk in Hyde Park zelf, hebben in voorgaande raadsbijeenkomsten vastgesteld. Voorzitter, dan de participatie. Mijn fractie gaat ervan uit dat het college het voorlopig ontwerp ter inzage gaat leggen. En waarom dat het ter inzage gaat leggen? Meneer Heijmans, wilt u afronden? Ja, dat doe ik zeker. Want u schrijft, college zelf, dat het schetsontwerp gedeeltelijk als uitgangspunt voor het voorlopig ontwerp heeft gediend. Nou, als dat maar een deel is, dan denk ik dat het goed is dat bewoners, toekomstige bewoners, hun zich uitspreken. Het draagvlak van een werkgroep is toch niet voldoende om deze zaak niet ter inzage te leggen. Dank u wel voor het woord. Voorzitter. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Heijmans. Gaan we nou naar mevrouw Gumbert van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is heel blij met het voorliggende voorlopig ontwerp voor het stadspark. Zou het een Fata Morgana zijn? Van vlindertuin tot waterbeleving, van picknickweide tot totempalen, fietsleunhekken en afstandsmarkeringen in de vorm van bloemen op het asfalt. Het klinkt allemaal prachtig. Het verhogen van de beheerskwaliteit past volgens GroenLinks uitstekend bij dit plan voor zo'n mooi park. De meeste vraagtekens die GroenLinks heeft, hebben te maken met het tennispark. Wat is de huidige status van de plannen van de tennisvereniging en de Stichting Tennishal, waar in april van dit jaar een nieuw initiatievenbudget voor beschikbaar is gesteld? En zijn die plannen ook in overeenstemming met dit voorlopig ontwerp? Klopt het dat de wandelroute dwars door het tennispark komt te lopen, zoals te zien op pagina 16 van het rapport? En is de tennisvereniging daar ook van op de hoogte? Op pagina 67 van het rapport staat dat een groot aantal bomen op het tennispark zal moeten wijken. Is de gemeente verantwoordelijk voor compensatie van die bomen die op het tennispark gekapt zullen worden? En op pagina 70 staat ook dat er nieuwe bomen zullen worden geplant. Het grote aantal van pagina 67 komt daar helaas niet bij terug. Maar kunnen we ervan uitgaan dat de nieuwe bomen op het tennispark de compensatie zijn van de gekapte bomen op het tennispark? En dan verder nog over bomen. Op pagina 23 in het plan staat dat er naast de bomen die gekapt zullen worden op het tennispark 6 andere bomen moeten worden gekapt. En dat die bomen gecompenseerd zullen worden net als bomen die al eerder gekapt zijn. Is het bekend hoeveel bomen er al eerder gekapt zijn en die dus ook nog gecompenseerd zullen moeten worden? En kan de wethouder toezeggen dat de compensatie van alle gekapte bomen al tijdens de aanleg van het park zal gebeuren, zodat de achterstand die er al is in de aanplant van gekapte maar nog niet gecompenseerde bomen in onze gemeente niet verder oploopt door dit plan? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Gumbert. Gaan we nou door naar meneer Schaap van de Fortsa. De Fortsa nog wel. Dank u wel, voorzitter. Nou, Stadspark Hoofddorp, nou ook wel leuk met alle Nederlandse namen die verdwijnen hier als Beukenhorst, die Hyde Park wordt vernoemd.
In plaats van Nederlandse namen, Hyde Park, Lincoln Park, Tudor Park. En dat we industrieterrein tegenwoordig, dat we daar naartoe verwijzen als Logistics Park. Is het ook wel fijn dat we het vanavond niet hebben over Central Park, Hoofddorp, maar gewoon lekker ouderwets een stadspark. Onze eigen lokale Vondelpark. Ja, dat ligt er al jaren triest bij. Is voornamelijk leuk om even snel met de kinderen na een bezoek aan de naastgelegen kinderboerderij doorheen te lopen. Zodat ze de energie kwijtraken. Maar voor de rest een treurige bedoeling waar je als de nacht valt geen voet wil betreden. Het meneer Schaap, u krijgt een interruptie van meneer nu al? Heimerings. Ja, u schetst een heel somber beeld. Maar volgens mij is datgene wat er nu is, de fruittuinen en het bos, wordt intensief gebruikt. En in de afgelopen warme periode zijn er honderden mensen per dag die zich daar vermaken. Dus uw beeld wat u schetst, dat het een triesteloze, troosteloze gelegenheid is, deel ik niet met u. Of u bent naar een ander park geweest, misschien wel naar Central Park. Is dat uw vraag? Dat is mijn vraag. Meneer Schaap. Ik ben weer afgemeld, Griesbel. Nou ja, ik ken een park ook, ik loop er ook. Maar ik heb een andere beleving dan u blijkbaar. Dat kan. Ik vind het persoonlijk. Ik zou het niet aanraden op Google of aan mijn kennissen. Dus... Ja, aan Google begrijp ik niet helemaal. Via de voorzitter graag. Meneer Schaap, gaat u door in met uw bijdrage? Hè? Ik ga door. We hebben een andere beleving van het park, dat mag. Maar ik hou wel positief voor. Geen zorgen, meneer Heimerichs. Komt eraan. Het oudste bos en tevens volkspark in Hoofddorp is de afgelopen jaren wat vervallen en te veel genegeerd. Maar met deze ambitieuze plannen, die veel verandering brengen, moet dat helemaal goed komen. Maar toch van het woord ambitieus in combinatie met deze gemeente, dat doen menig inwoner en politicus kriebelen. Wat gaan we ons nu weer op de hals halen? Weer 4 miljoen steken in het park, voornamelijk voor Hoofddorpers. Ik kan me heel goed voorstellen wat de reacties uit Rijzenhout, Badhoevedorp, Zwanenburg, Halweg, Nieuw-Vennep en andere kernen zullen zijn hierop. Weer veel investeringen in mooi groen en onderhoud in Hoofddorp en niet bij ons. Aan de andere kant is het ook zeer zeker een investering voor de toekomst en met de hoop dat dit soort kosten in een park niet meer nodig zullen zijn de komende jaren. In de bijlage van atelier Loos van Vliet ziet het er allemaal mooi uit en is mooi beschreven. De herinrichting en allure aan ons park teruggeven is zeker iets wat het verdient en wat nodig is. Zeker nu de kantoren eromheen verdwijnen en vervangen worden door bewoning, is een dichtbijgelegen groene achtertuin een zeer zekere welkome aanvulling voor de toekomstige bewoners van Beuken Hyde Park. Want laten we eerlijk wezen, de bezoekers van het winkelcentrum of kantoorpersoneel die gebruik maken van het NS-station echt niet stoppen voor een rondje in dat park. Het gaat echt om onze bewoners. Er worden dus zeker mooie aanbevelingen en plannen gegeven hoe dit gedaan moet worden. Ook in de kleine details als nieuwe vuilnisbakken, als mensen gebruikt hopelijk en meer verlichting. Complimenten ervoor. Wat wij wel missen in het grote totaal is onderhoud. Ik mis de concrete plannen hiervoor, de toekomstplannen. Er wordt wel klein beschreven hoe onderhoud vanuit het water kan worden gevoerd voor de plantjes en de nieuwe gele paden. Weinig onderhoud nodig hebben, en dat is allemaal fijn, maar wat weinig onderhoud heeft, heeft op een gegeven moment ook veel onderhoud nodig. Totaalplan ontbreekt dus volkomen helaas. Dat hadden we graag zien dat hier al van tevoren over wordt nagedacht. Fortsa wil niet investeren in een prachtig park dat na 5 of 10 jaar weer terug moet voor herinrichting. Er wordt ons als raad verzocht akkoord te gaan met een krediet van 4 miljoen. Geraamde kosten zijn vastgesteld op 4,6 in december 2019. We zitten op dit moment aan de rand van een financiële crisis en stijging van prijs dankzij de coronacrisis. Ik maak er geen technische vraag van, voorzitter. Maar ik wil wel graag horen of de portefeuillehouder in ieder geval weet of deze beraming nog klopt. Of dat we over een jaar of twee hier weer zitten om nog 1 miljoen goed te keuren. Zijn deze prijzen nog concreet? Is dit nog wel toekomstbestendig? Of is het niet beter om het allemaal uit te stellen en te wachten op een later moment nog eens erover te hebben? Is er haast bij met goedkeuren? De woningen staan er voorlopig nu niet. En de hap zei het ook al, ik mis gewoon de onderbouwing. Dan zitten we nog met het resterende bedrag van 1,1 miljoen... waarvan wordt gevraagd deze te tikken uit de reserve ruimtelijke investeringen. Hoewel de Raad in 2018 heeft besloten dat de RIH bijdrage kan worden geïnvesteerd voor maatregelen in de directe nabijheid van Beukenhorst-West die daaraan ten goede komen, is het niet handiger om deze 1,1 miljoen niet te investeren, het gehele plaatje wat goedkoper te houden, op een moment en de 1,1 miljoen voor alsnog in reserve te houden. Hoe denkt de wethouder hierover? Ik hoor het graag. Dan het punt van participatie. Voor Fortsa een belangrijk punt. Anderen zeiden het ook al. Ik heb er een klein dingetje uit. De informatiemarkt voor 2020 gaat om begrijpelijke redenen niet door. Maar waarom zou dit niet online kunnen? Onze fractie is van mening dat het tijdig en vaak in gesprek en participeren van omwonenden altijd belangrijk is. Ook wanneer dit wat moeilijker gaat dan normaal.
Ik dank CDA en HAP voor het toelichten over parkeerproblematiek. Dat scheelt mij weer tijd, hou ik wat over, dus ga niet in herhaling vallen. En ik hou daarbij, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schaap. Dan geef ik nu het woord aan meneer De Vries van de ChristenUnie SGP. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is al heel veel gezegd door collega's. Ik wil een paar punten noemen. Het stadspark wordt steeds allengs concreter. Toch zal het nog wel even duren voordat het echt klaar is. Het is nog niet morgen gebeurd. 2023 is het streefjaar. Hetzelfde jaar dat de eerste woningen van Hyde Park naar verwachting in gebruik gaan worden genomen. Mensenlief, wat duurt dat lang? Uit een anterieure overeenkomst is 2,1 miljoen beschikbaar, de RIH 1,1 en een derde bedrag is al eerder een besluit genomen, de 4 miljoen. Komen we dan op uit. En de fractie van ChristenUnie SGP kan met dat krediet wel instemmen. Ook kunnen we ons vinden in de opwaardering van de beheerkwaliteit van basis naar basis plus, zeg maar van basic naar netjes. Kost dan wel 80.000 euro per jaar, maar dat is nog altijd een fractie van wat we jaarlijks aan het instand houden van een honkbalcomplex kwijt zijn. En hier, daar is onze fractie van overtuigd, gaan veel meer mensen van genieten van het stadspark. Dat ben ik onder andere met meneer Heimeriks wel eens, dat zeker gaat lopen. Enkele andere collega's hebben nog wat genoemd over de participatie. Ik vind het plan van meneer Achterberg wel een goede, om de jeugd daarin actief te betrekken. Wat ik lastig vind, meneer Heimeriks had het ook over participatie met het ter inzage leggen van voorontwerp. En ik vraag me dan af, ja, hoe betrek je inwoners die er nog niet zijn van Hyde Park? En dat zijn er nogal wat die er gaan komen wonen. Hoe betrek je die nu al bij het voorontwerp? Dat is een beetje een lastig verhaal. Tot zover even, voorzitter. Dank u wel, meneer De Vries. En dan gaan we nu naar mevrouw Van der Meij van de D66. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat voor het voorontwerp gekeken is naar het verkiezingsprogramma van D66. Er wordt vreemd naar mij gekeken, maar wij zijn ontzettend blij met alle mogelijkheden en activiteiten die in het park kunnen gaan plaatsvinden. Waaronder een bootcampveld, de groene longen, dicht bij huis kunnen sporten. Nou, dat zijn allemaal zaken die wij in dat verkiezingsprogramma hebben opgenomen en hier terugvinden. Dus chapeau om mee te beginnen. Ik heb een aantal dingen gehoord waarvan de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, onder andere de heer Heimeriks, dat ik het zelf niet zo scherp op het netvlies had. Maar die parkeerplaatsen bij de kinderboerderij, dat roept inderdaad vragen op. Dus ik ben benieuwd naar het antwoord van de wethouder daarop. Ik wil kort iets zeggen over de bomen die geplant gaan worden. Er staat in het stuk dat bij de tennisbaan nieuwe bomen geplant moeten worden en dat er rekening is gehouden met het type bomen in de buurt van een tennisbaan. Katjes kunnen niet, maar nu is het voorstel om prunussen daar neer te zetten. Nou, ik weet niet of u weet wat voor een zee aan roze bloemen dat in het vroege voorjaar geeft, maar ik kan me niet voorstellen dat de tennisbaan daarna op zit te wachten, het tennispark. De vraag die mevrouw Gumbert al gesteld heeft en die onze fractie ook heeft, is of dat tennispark überhaupt blij is met die wandelroute over dat terrein en in hoeverre het tennispark daar ook bij meegenomen is, hoe het nu staat met de plannen en of wij hier iets zien wat bekend is bij dat tennispark, of dat zij hier straks opnieuw weer aan het inspreken zijn omdat ze overvallen worden door iets. Nog even terug naar de bomen. We zijn heel blij nogmaals dat er een blauwdruk uit het verkiezingsprogramma is genomen. Maar wij hebben ook al eens eerder een motie ingediend, plant eens een andere boom. Die heeft het toen niet gered, maar dit plan zou zich daar wel uitermate voor lenen. En bij een andere boom denken we dan vooral aan bomen waar ook wat van te halen valt. Walnoten, fruitbomen, noem maar op. Populair, hartstikke leuk om met kinderen in de herfst walnoten te gaan rapen. Dus neem hem mee en kijk toch eens naar de mogelijkheden om niet weer met de standaardbomen te komen. Dank u wel. Ah, meneer De Vries is de bomendeskundige bij de ChristenUnie SGP. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zit even te denken, fruitbomen. U had het over bepaalde bomen, prunussen bij het tennisveld. Maar als je een walnoot zet bij het tennisveld, dan vraag ik me af of tennissers daar erg blij mee worden tijdens de tijd dat de noten uit de bomen vallen.
mevrouw van der Meij. Nou, die slaan ze vast gelijk met een smash weg. Maar misschien moeten we ook andere plekken zoeken. Planten zo'n andere boom. We hebben zo'n ongelooflijk mooie groene long. Gaan we aanleggen. Laten we daar dan ook eens serieus naar kijken. En misschien inderdaad niet bij de tennisvereniging. Maar er zijn in die enorme ruimte vast nog andere plekken te vinden. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw van der Meij. We gaan nu naar de heer Beuzenberg van SRA. Dank u wel, voorzitter. Vandaag bespreken wij het raadsvoorstel Stadspark Hoofddorp Areaal Wijziger, Beheer en Kredietaanvraag. Wat betreft het voorstel kan SRA positief zijn. Een mooi vernieuwd park is voor iedereen wensbaar. Toch heeft SRA een aantal vragen. Is de wethouder het met mij eens dat een vernieuwd park, met zoals het in het plan benoemd wordt, bank met afvalbak en lichtmast, een groter risico vormt voor hangjeugd? Wellicht is het een iets wat technische vraag, maar ik ga hem toch stellen. Is het dan ook mogelijk om, net zoals in andere gebieden in Hoofddorp, een tijdsklok voor het park op poten te zetten, zodat er geen overlast ontstaat, zeker in de avonduren? Meneer Heijmerichs heeft het ook al genoemd, maar ik ga de vraag net iets anders stellen. Hoeveel last krijgt de kinderboerderij van de verbouwingen? En dan bedoel ik niet alleen met het resultaat met de parkeerplekken, maar ook natuurlijk tijdens de verbouwing in het park. Verder heb ik gelezen dat de beheerkwaliteit van basis naar basis plus gaat. Houdt dat in dat het op een dergelijke wijze wordt onderhouden dat het wel iets meer kost, maar dat we niet over 5 of 10 jaar weer eenzelfde investering moeten doen. En verder zal ik meneer Schaap even vertellen dat ik als medewerker ook in Beukenhorst zeker wel eens een rondje loop buiten tijdens mijn werk. En dat een park dan een zeer gewenste plek is om te lopen. Want tussen de bedrijven is het niet heel gezellig lopen. Ik wacht even. Meneer Beuzenberg, u krijgt een interruptie van de heer Schaap. Meneer Beuzenberg, korte vraag. Wat, ik heb het gezegd, het is overdag wel leuk om te lopen, maar ik heb het over 's avonds gehad. Loopt u dus 's avonds of overdag? Meneer Beuzenberg. Op een moment dat ik lopend naar het werk ga, dan kom ik 's avonds terug en dan loop ik zeker ook door het park heen. Dus daarbij uw vraag. Verder heb ik ook een vraag, misschien wederom iets wat technisch. Maar op het moment dat mensen overdag een rondje lopen en er zijn best wel wat mensen die roken in Nederland. Hebben de wethouders er ook over nagedacht dat er een plek is waar mensen hun sigaretten kunnen deponeren? Of moet dat in de reguliere afvalbak? Want ik denk niet dat we willen dat de resten van een sigaret blijven liggen in de natuur. Dank u wel, daar wil ik het bij laten. Dank u wel, meneer Beuzenberg. Rest ons alleen nog gezond halen, maar meer. Meneer Sulman. Dank u wel, voorzitter. Een mooi stadspark, dat moet het worden in het centrum van Hoofddorp. Het moet een plek worden waar de huidige inwoners en de nieuwe inwoners van Hyde Park graag naartoe willen gaan om van het park te genieten. Een duidelijker en verbeterde wandelroute, nieuw meubilair en bruggen, een vlindertuin wordt aangelegd en de waterhuishouding wordt ook aangepakt. Maar we lezen ook dat er op dit moment al een aantal waardevolle ecologische plekken zijn in het huidige park. Deze plekken zijn in het plan geïnventariseerd en worden zo min mogelijk verstoord. Onze vraag is waarom we deze plekken niet in het geheel met rust kunnen laten. Het zal vast beter zijn voor de reigerkoning die hier nestelt, de keverorgas die er woont en de vele tuinvlogers die hier een toevlucht zoeken. Lijkt ons ook goedkoper om deze plekken gewoon met rust te laten. We horen het graag. Verder zullen, volgens afspraak, andere ontwikkelende partijen bijdragen aan de ontwikkeling van het stadspark. We lezen ook dat er nog geen anterieure overeenkomsten zijn gesloten met deze ontwikkelende partijen. Wordt hier de ontwikkeling van lichte horeca in het theehuis bedoeld? Dat was ons niet helemaal duidelijk. En kan de wethouder aangeven welke ontwikkelingen hier verder worden bedoeld? Voor de financiële ondersteuning van het stadspark zijn deze ontwikkelende partijen van groot belang. Kan de wethouder een update geven wat de status is van partijen die graag willen gaan ontwikkelen? En als deze niet komen, wat is daar de impact dan van? En verder nog even was er een vraag ook van de heer Achterberg van de VVD over 18-jarigen. Nou, ik lees in het plan dat de 18-jarigen een eigen plek hebben om in ieder geval kinderen tot 18 jaar kunnen daar spelen. Met een bepaalde zonering van verschillende doelgroepen. Dus wellicht dat dat helpt. En ik vroeg me even af, als de jeugd overlast verzorgt in het nieuwe park, hoe doen ze dat nu in het huidige park? Want ik neem aan dat ze daar nu ook al kunnen komen. Dus als we daar nu al maatregelen tegen treffen, wat de overlast die er nu eventueel is. Dus misschien dat dat jouw vraag al kan beantwoorden van SRA, de heer Beuzenberg. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sulman. Nu wil ik graag het woord geven aan het college. Wie mag ik daar? Meneer Nobel. Ja, dank u wel, voorzitter. Veel vragen gesteld. Ik ga mijn best doen om de meeste vragen te beantwoorden. Uiteraard zal ook mijn collega de heer Rip
een aantal vragen voor zijn rekening nemen. Laat ik dan maar beginnen met de vraag over het tenniscomplex. Want velen van u hebben daarnaar gevraagd. Wat is de stand van zaken? Wanneer gaan we daar meer van zien? Het goede nieuws is dat wij, mijn collega de heer Rip en ik, binnenkort dat op onze staf hebben. Het slechte nieuws is dat u nog ietsjes langer moet wachten. Maar wij zien dat op zeer korte termijn. En dan gaat het natuurlijk zo snel mogelijk ook naar u toe. Een aantal van u vroeg ook, ja, hoe zit het eigenlijk met dat tenniscomplex? Want we zien wel dat er een aantal dingen getekend zijn. Maar we zien niet dat het ook onderdeel uitmaakt van het stadspark. Er komt een apart raadsvoorstel voor het tenniscomplex. En zoals gezegd, dat komt dus naar u toe. En daar komt ook een aparte anterieure overeenkomst bij. Waar dus ook de financiële kosten op verhaald worden die daar gemaakt worden in dat gebied. Velen van u vroegen ook hoe zit het met het parkeren, maar ook de veiligheid met betrekking tot auto's. We komen nog met een definitief ontwerp en daarin zullen we dat soort zaken uiteraard uitwerken. En ook de zorgen die u heeft, zullen we daarin meenemen. Een aantal van u doet ook nog suggesties over wat voor type bomen we eventueel moeten planten bij de tennis. Het lijkt me heel goed om dat soort zaken mee te nemen bij het definitief ontwerp en ja, nog niet hier. Dan heb ik iets gezegd over de financiering. De waterkwaliteit vroeg de VVD, geloof ik, naar en de Partij van de Arbeid. We gaan het watersysteem aansluiten op de Kagertocht, waardoor er dus meer stroming in het water komt, wat de waterkwaliteit ten goede komt. Maar het is geen zwemwater. Ja, mensen kunnen uiteraard altijd de sloot inspringen, maar in principe hebben wij het Haarlemmeerse Bos en de Tolenburgse Plas als recreatieve plassen in onze polder. En de sloot die zeg maar voor het park loopt, ja, dat wordt niet een recreatieve plas. Tennis heb ik het over gehad. Een aantal van u vroeg ook over hoe zit het met het... Meneer de wethouder, u krijgt een interruptie van meneer Den Elzen. Yes. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, over die waterkwaliteit, klopt, daar had ik om gevraagd ook. Maar ik heb het niet alleen over de aansluiting van het stromend water, maar ook over de grondkwaliteit, over het grondwater, wat natuurlijk gewoon zeg maar in het oppervlaktewater terecht kan komen. Daar wilde ik ook zekerheid over hebben, dat die kwaliteit op die manier geborgd blijft. En dan met betrekking tot de afval die daar gestort is in het verleden. Begrijp ik, of niet? Ja. Meneer de wethouder. Ja, voorzitter, dank u wel. Op dit moment heb ik geen signalen dat die waterkwaliteit slecht zou zijn door het afval wat er overigens al jaren ligt. Het is natuurlijk ook zo, hè, dat vanwege alle bouwwerkzaamheden die er zijn, dat er ook regelmatig wordt gecontroleerd. Zeker ook als er afval in het water terechtkomt. Dus ik maak me daar geen zorgen over op dit moment. En mocht de aanleiding toe zijn om u daarover te informeren, omdat om wat voor reden dan ook, hè, ik bedoel, er ligt wel gewoon een vuilnisbelt, dan komen we daar bij u op terug. Maar vooralsnog heb ik daar geen zorgen over. Meneer de wethouder, u krijgt nog steeds wederom een interruptie van mevrouw Gumbert van GroenLinks. Ja, maar het is wel ik wilde nog terugkomen op dat tennispark, want ik heb de indruk dat u daar al klaar mee bent met de beantwoording van de vraag over. Maar ik wilde nog vragen over die wandelroute die daar dwars overheen loopt. Want het lijkt mij toch handig om dat zeg maar alvast al met de tennisvereniging te bespreken voordat dit plan wordt vastgesteld. Dat was uw vraag of dat eerder is besproken? Mijn vraag was, is dat inderdaad de bedoeling dat hij dwars over het tennisveld loopt en wat vindt de tennisvereniging daarvan? Meneer de wethouder. Ja, voorzitter, dat gaan we ook meenemen in het definitieve ontwerp. Het lijkt me ook niet goed om hier nu met u in gesprek te gaan, terwijl we tegelijkertijd het definitieve ontwerp en dus ook de gesprekken met de tennisvereniging nog voeren. Dat lijkt me niet verstandig. Dus ik zeg u toe dat dat in het definitieve ontwerp ook wordt meegenomen. Dan komen we aan bij de beheerkwaliteit en het beheerniveau. Velen van u hebben al gezegd, nou, dat is de investering zeker wel waard. Op een enkeling na. Forza heeft wel wat twijfels, begrijp ik. En ik snap ook wel, hè, dat het ingewikkeld is misschien om uit te leggen aan inwoners, ja, waarom gaat daar nou meer geld naartoe? Maar ja, tegelijkertijd 3800 woningen, bijna 10.000 mensen die daar komen wonen. Dat is groter dan menig dorp in Haarlemmermeer. Dus tegelijkertijd, als je dan afzet de hoeveelheid groen
ten opzichte van het aantal inwoners en ook het intensieve gebruik wat we daar verwachten, vinden we deze investering zeker gerechtvaardigd. En we willen, ja, ik zou u ook zeker voor willen stellen om die RIH-gelden die u eerder hieraan heeft gekoppeld, om die ook zeker in dit gebied terecht te laten komen. Want we willen wel dat, nou, velen van u noemen het een groene long, een stadspark voor iedereen. Dat moet wel echt tot z'n recht komen. En als je daar, ja, op gaat beknibbelen en je weet dat het heel intensief gebruikt wordt, dat lijkt me geen verstandig idee, voorzitter. Er werd ook gevraagd, ja, we doen nu die investering, maar moeten we dan niet een aantal jaar later weer opnieuw een investering doen? Nou, ik hoop het niet. Dat is niet de bedoeling. Vandaar ook dat we die hogere beheerkosten, daar geven we nu al van aan, die komen op u af. En u moet daar natuurlijk nog mee instemmen, dat doet u niet hier. Maar we geven wel van tevoren aan, dat komt u per af en daar zult u dan tijdens de voorjaarsrapportage een besluit over moeten nemen. Het stadspark heb ik gehad, Groene Long heb ik gehad, tennispark. De HAP vroeg nog naar de kosten voor de onderbouwing van de 4 miljoen. Ik kan u zeker aan u doen komen op hoofdlijnen zoals u ook vroeg. Dus bij deze gaan we die nog naar u toesturen. Volgens mij, voorzitter, heb ik dan de meeste vragen. Ik heb nog de hangjeugd heb ik nog staan en sociale veiligheid. Daar vroeg het CDA naar en ook SRA. En dan heb ik de vragen van mijn kant denk ik wel beantwoord. Ja, we willen ook dat het park verlicht is, zodat mensen zich daar ook 's avonds veilig voelen. En de heer Beusenberg vroeg, ja, kunnen we misschien een avondklok invoeren in het park? Nou, dat zouden we juist heel zonde vinden als je dat 's avonds afsluit, het park. Zeker op het moment dat je er gezamenlijk voor zorgt dat je ook een veilig gevoel hebt als je door dat park heen kan. Kunt je er iets bij voorstellen dat op hete zomeravonden het misschien nog best gezellig is om met vrienden in een park te zitten. Dus dat zou ik zonde vinden om dat op voorhand te doen. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Nobel. Meneer Rip. Ja, voorzitter, dank u wel. In de algemene zin proef ik een positief beeld van de Raad over dit plan. En daar zijn we erg blij mee. Ik wil wel iets gaan zeggen over de participatie. Vooral de VVD vroeg daarna. Meerdere partijen overigens, CDA ook, dacht ik. Maar over de jongeren. En ja, u triggert mij wel met die opmerking. Maar ik wil u wel meegeven dat we Hoofddorp Centraal in dit proces. Een participatieproces wat een uitstekend proces is geweest. En dat daar heel veel ideeën van jongeren zijn meegenomen ook. En we hebben in dit ontwerp een drietal zones of, ja, die we ingericht hebben voor drie verschillende categorieën. Dat is in het voorontwerp. In de uitvoering, ja, moeten we natuurlijk met de jeugd en met de doelgroepen om de tafel bekijken of we het ook op de juiste manier kunnen doen. Dat idee van de jongerenraad, dat is best wel de moeite waard om te verkennen, laat ik dat maar even zeggen. Ik wil wel aan u vragen van wat verwacht u dan precies van de jongerenraad? Hè? Want de verwachtingen die we dan scheppen eventueel, die kunnen misschien wel eens te hoog zijn. Maar het participeren in deze vorm wordt voornamelijk door de werkgroep Stadshart gedaan. Nou, die vertegenwoordiging die is enorm groot. Ik wil ze allemaal wel opnoemen, maar iedereen is daar bijna wat in vertegenwoordigd in een cirkel om het centrum heen. Dus dat gaat gewoon door. Die worden en blijven erbij betrokken. Dat is wel het bruggetje naar, meneer De Vries zei het ook al, en dat is dan naar... Meneer Rip, u wordt nog even onderbroken door meneer Achterberg over de vraag, wat verwacht u? Ja, dank u wel, voorzitter, want dat is in feite een vraag aan mij. U zegt nu dat de jeugd wel betrokken is, dat haalde ik niet uit het stuk, daarom had ik het benoemd. En ik ben natuurlijk zelf ambassadeur van de jongerengemeenteraad. En ik weet dat zij daar ook een mening over hebben. Het is een gremium wat we hebben, dus dan zou ik zeggen aan het college, gebruik hem ook. Wil niet betekenen dat er ook echt iets uitkomt. Maar ik denk dat dit juist een project is waarin de jongerengemeenteraad ook echt wat kan betekenen. Meneer Zoemen van Gezond zei het ook, hè, van er is wel iets voor 18-jarigen. Maar is dat door mensen achter de tekentafel bedacht of komt het bij de jongeren zelf vandaan? Want we kunnen van alles verzinnen om de jeugd bezig te houden. Maar het is uiteindelijk de jeugd zelf die daar de beste ideeën over heeft. Dus het enige wat ik van het college vraag, van zorg dat die jongeren voldoende
bereikt worden. Lukt dat niet, dan zou je altijd nog een jongere gemeenteraad die we zelf hebben kunnen inschakelen. Dat vind ik heel belangrijk. Zeker bij zo'n park met een potentie van meer dan 10.000 omwonenden. Daar zullen ongetwijfeld kinderen tussen zitten. Dus dat is eigenlijk mijn boodschap geweest naar het college. Dus ik hoop dat u zich daarin kunt vinden. Dank u wel, meneer Achterberg. Meneer Rip. Ja, ik maak dat dan gelijk maar even af. Eén, het is niet achter de tekentafel verzonnen, want wel degelijk, en dat probeer ik uit te leggen, in het proces van Hoofddorp Centraal zijn al die ideeën al verzameld. En uiteindelijk is dat in drie delen in het voorontwerp terechtgekomen. En zeker de jongerenraad in de uitvoerende fase, want we moeten het nu gaan uitvoeren, om die te betrekken, die omarmen wij. En wij zullen contact opnemen met die jongerenraad om te kijken hoe we daar een vervolg aan kunnen geven. Voorzitter, ik was gebleven bij het bruggetje van meneer De Vries. Want meneer De Vries die zegt, en terecht, daar zijn we het met het college met meneer De Vries eens. Als je er nog niet woont, hoe kun je dan nog participeren? En dat maak ik een bruggetje naar meneer Heimeriks, het voorontwerp. Om dat nog een keer ter inzage te leggen. Ja, daar zijn wij geen voorstander van. We hebben een werkgroep Stadshart. Daar zit eigenlijk iedereen in. Ik zou niet weten wie daarin ontbreekt. En volgens mij is dat qua participatie de volledigheid. En wij denken niet dat we dat nog ter inzage moeten leggen voor reacties. Dat was volgens mij de participatie. En volgens mij hebben wij... Meneer Rip, meneer Nobel wil ook nog iets zeggen. Ja, ik was per ongeluk één partij vergeten en dat was Gezond Haarlemmermeer. Dus ik weet niet of mijn collega nog, maar dan wacht ik gewoon even rustig af. Ik zit even te zoeken. Ontwikkeling, horeca. Nou, iets over de 18-jarige had u ook, hè? Toch? Oké. En over het roken. Oké. Nou, ik wil even meegeven over de punten die SRA meenam over, toch wel een beetje gerelateerd naar overlast of mogelijke overlast. Wij zullen dat in ieder geval meenemen om te kijken in hoeverre we dat kunnen beheersen en hoe we daar maatregelen voor kunnen nemen. Ja, dat is het enige wat ik kan beloven. Wil ik graag nu overschakelen naar meneer Nobel. Ja, excuus voorzitter. Meneer Schaap heeft nog een vraag of een opmerking. Kleine vraag en nog een vraag voor wethouder Rip. Over de informatiemarkt die dit jaar niet doorging. Had ik een vraag, kan het niet op een andere manier doorgaan om toch die participatie dit jaar ook in stand te houden? Meneer Rip? Ja, we gaan het sowieso proberen digitaal te doen. Kijk, we zijn ook overvallen in dit soort zaken door de corona. Die bijeenkomst is inderdaad in april niet doorgegaan. Dus we gaan wel kijken of we het op een andere manier kunnen doen. Maar we proberen elkaar natuurlijk wel te vinden. Dus ik hoop, of het zij fysiek en dan misschien wel in de vorm zoals wij het nu doen, of digitaal. Maar we gaan er in ieder geval mee in de slag. Meneer Nobel? Ja, voorzitter, dank en excuus aan Gezond Haarlemmermeer dat ik hun vraag per ongeluk heb overgeslagen. Ze vroegen namelijk, wat gebeurt er als er geen anterieure overeenkomst wordt afgesloten? Wat is dan de impact op het stadspark? Nou, u heeft gelukkig bij de voorjaarsrapportage al dat bedrag van €800.000 geaccordeerd. Dus het zou flauw zijn om te zeggen, dan gebeurt er niets, want u heeft het geld al geaccordeerd. Maar u mag natuurlijk van dit college verwachten dat we alles op alles zetten om ook partijen die daar nog bezig zijn met ontwikkelingen. Op het moment dat we met hen anterieure overeenkomsten sluiten, zullen we net als met Hyde Park en eraan houden om bij te dragen aan het stadspark. Dus we hopen die kosten die u eigenlijk al van ons geaccordeerd heeft te verhalen bij andere partijen. Dank u wel, meneer Nobel. Ik constateer dat het 9:55 is en nog een kleine nabrander. Laten we het kort houden. Mevrouw Gumber. Dank u wel, voorzitter. Ik wilde inderdaad nog vragen over de compensatie van bomen die al gekapt zijn en nog gekapt moeten worden. Ik zou graag willen vragen om een toezegging dat die worden gecompenseerd bij de aanleg van het park. Tijdens de aanleg van het park. Dat dus niet op de lange baan gaat. Is dat mogelijk? Het college. Ik durf u dat hier niet op voorhand toe te zeggen. Vindt u het goed dat we daar schriftelijk op terugkomen? Want ik weet dat we in een eerdere fase uitvoerig ook met de inwoners hebben gesproken over hoe zij wilden omgaan met het kappen van bomen. Wilt u nu minder bomen terug of later wat meer? Dat hebben we destijds voorgelegd. Maar de vraag zoals u hem nu formuleert, daar heb ik op dit moment geen antwoord op. Dus ik zou dat graag schriftelijk doen. Wie kan ik nog meer het woord geven? Meneer Achterberg.
Ja, ik heb toch nog een vraag aan meneer Schaap van Forza, want hij had beloofd een beetje positief te zijn, maar dat heb ik er niet uit geproefd. U zegt inderdaad ook, en meneer Nobel refereert er net ook aan, u suggereert eigenlijk dat we het moeten uitstellen. En ik denk niet dat dat een goed idee is, omdat we, ja, het park hebben we nodig om de bewoners te voorzien van groen. Dus gaat Forza hierin mee of gaan ze verzoeken om het uit te stellen? Meneer Schaap. Dat is een onduidelijkheid voor mij. Voorzitter, ik ga de heer Achterberg geruststellen, want ik vond het wel positief. Ik had mijn twijfels en ik had de vraag aan de wethouder. Ik heb het een positief verhaal gehoord, de wethouder heeft goed uitgelegd. Dus ik kan er zeker mee instemmen met dit voorstel zoals hij nu voor ligt. Ik hoop u gerustgesteld te hebben. Gelukkig. Dank u wel, meneer. Dat wordt een stevige benadering. Nee, voorzitter. Ik heb respect voor u, dus dat weet u. Wat het parkeren betreft vind ik fijn te horen dat ons college onze zorgen heeft overgenomen. En dat kinderen belangrijker zijn dan auto's. En dat we bij het definitief ontwerp daar een oplossing voor zullen zien. Dan zullen wij daar ook over oordelen. Dan met betrekking tot participatie. Ja, ik heb nauw gezet in de afgelopen 12 jaar... Hoofddorp Centraal gevolgd, daar was een hele grote groep mensen continu aanwezig, 5500 mensen gedurende een aantal jaren. Chapeau daarvoor. En die hebben uiteindelijk min of meer een zeg maar schetsontwerp vastgesteld. Als de uitwerking van het schetsontwerp nu het voorlopig ontwerp zou zijn, dan zou ik zeggen ja, breed gedragen. Maar ik las die zin die geschreven is door het college, dat het schetsontwerp slechts gedeeltelijk als uitgangspunt is genomen. En dan denk ik, oh, dus de draagvlak van toen was voor het schetsontwerp het is aangepast en gedeeltelijk. Dan moet je eigenlijk weer naar een brede instemming gaan. Ja, en de werkgroep Stadshart is natuurlijk een hele andere groep met een hele andere insteek. Ik ga er nog eens even diep over nadenken of toch het voorlopig ontwerp of straks het definitief ontwerp, zoals het ook in andere gemeentes met andere plannen, Batuverdorp noem ik maar, is gebeurd, ook niet hier nodig zou zijn. Voorzitter, dan met betrekking tot de 18-jarigen. Ik spreek regelmatig bewoners die in de omgeving van dit park, van het huidige park wonen. Prima, wordt intensief gebruikt. Men is blij en zeker als je kijkt naar wat het gaat worden, zijn ze nog blijer. De 18-jarigen... ja, de vraag is of daar een groep voor, speelplek voor gecreëerd moet worden. Zij zoeken namelijk hun eigen speelplek. Gedurende de daguren is het hartstikke mooi. Maar na zonsondergang zien we in de huidige situatie dat ik denk dat het ouderen zijn dan 18-jarigen plek overnemen. Er wordt drugs gedeeld, er wordt drugs gebruikt. En dat leidt dus op dit moment tot een onveilige situatie. Maar mijn pleidooi is dan niet alleen dat het wandelroute verlicht wordt, maar dat ook vooraf al gekeken wordt naar de ervaringen die er op dit moment zijn met betrekking tot deze laatste categorie. Dat het inderdaad voorkomen wordt dat we straks een situatie hebben dat we zeggen een mooi park, grote delen verlicht. Hadden we maar geweten dat hier ook gedeeld werd en dat er zeg maar gebruikt werd. Dat moeten we zien te voorkomen vanaf den beginnen, vanaf vandaag eigenlijk. Daar pleit ik dan voor. En verder, ja, dan zeg ik, wat mij betreft gaat de schop zo snel mogelijk in de grond. Want niet alleen de bewoners, degenen die er werken, degenen die er nog komen te wonen, die hebben behoefte aan zo'n mooi park. Het begin is er al, wat de historie en de afgelopen 30, zeg maar bijna 100 jaar straks, heeft achtergelaten, wat netjes nu gebruikt. En laten we naar een mooi park gaan voor een ieder. Dank u wel, meneer Heijmenings. Komt nu mevrouw Van der Meij, D66. Nee? Nee, dank u. Ik had alles gezegd. Oké, dank u wel. Dan kunnen we eigenlijk constateren dat we dit onderwerp uitgebreid behandeld hebben. Ik heb opgeschreven dat er twee toezeggingen gedaan zijn door het college. De onderbouwing van de 4 miljoen wordt uitgelegd en de bomencompensatie wordt nog later toegelicht, schriftelijk. Meneer Achterberg. En de toezegging van wethouder Rip dat hij de JGR gaat betrekken? De toezegging voor de jeugd wordt ook door de heer Rip toegezegd. Ja, klopt. En we gaan ter stemming voor dit onderwerp 3 september. En ik wil hier graag bij afronden. Zou u uw lessenaar willen kuisen en linksom de zaal willen verlaten?